Bits for Freedom is een onafhankelijke stichting, een non-profit, die opkomt voor burgerrechten, voor burgerlijke vrijheden zou je het ook kunnen zeggen, op het internet. En we richten ons dan specifiek op privacy en vrijheid van meningsuiting. En dat doen we met een aantal methodes. Dus we proberen beleid te beïnvloeden in Den Haag of in Brussel. We voeren campagne en we helpen mensen, een soort empowerment. We helpen mensen zichzelf te beschermen en veilig online te gaan. En waarom is het belangrijk dat we onszelf beschermen? Ik denk dat dat minder belangrijk is dan dat we onze vrijheden proberen te bewaren. Dus ik hou van een vrije, democratische rechtsstaat. Een staat waarin je als burger wat te zeggen hebt. En over grote delen van je leven een soort van eigen autonomie hebt. Die verder vinden we wereldwijd belangrijk. We hebben mensenrechten, we hebben het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Daar staan een aantal rechten gedefinieerd, waaronder een recht op privacy of een recht op een privésfeer. En een recht op vrijheid van informatie. En die twee rechten die staan in de huidige situatie met hoe technologie zich ontwikkelt, een soort van permanent onder druk. En het is belangrijk dat als we onszelf vrij willen blijven voelen, dat we die twee rechten heel hard verdedigen. Waarom? Hoe staan ze onder druk? Op verschillende manieren. Dus er zijn een aantal soort brede maatschappelijke trends die ervoor zorgen dat het steeds lastiger wordt om die privésfeer te bewaken. Dus één aspect daarvan is zeg maar ons huidige veiligheidsdenken en risico. Zeg maar de risicomaatschappij, het feit dat we niet bereid zijn om bepaalde risico's te nemen. Het liefst zouden we een leven leiden waarvan we zeker weten dat alles lukt, altijd, op elk moment. En de overheid denkt dat wij dat van de overheid verwachten. En op het moment dat je elk risico wil uitmijden, dan zal je allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen aan je burgers moeten opleggen om ervoor te zorgen dat ze variërend van niet oversteken als het niet moet, tot wat ze op hun computer hebben en wat ze daarmee mogen, tot de manier waarop je de belastingen int. Dat is heel breed. Dus dat is aan de ene kant. En de andere kant is zeg maar de commercialisering van het web, waarin je het internet en wat daarop gebeurt in monetaire termen, de waarde daarvan, zeg maar alleen maar in monetaire termen vertaald. Op het moment dat je dat doet, laat je ruimte aan allerlei soort van optimalisering. Dus je wil alles zo clean en efficiënt mogelijk. En met die efficiëntie gooi je een heleboel opties weg en dus ook vrijheid weg. En dat gecombineerd met zeg maar technologische ontwikkelingen waarin sensoren steeds kleiner worden en opslag ruimte voor data steeds ongelimiteerder wordt, zorgt er dus voor dat we hier in een studie zitten met 4 camera's waar alles gewoon permanent makkelijk opgenomen kan worden. En de camera's worden ook steeds kleiner en zullen overal in gaan zitten. En het zijn niet alleen maar camera's, er zijn ook allerlei andere sensoren, dus die locatie bepalen bijvoorbeeld, et cetera. Dus er is steeds meer data over wat wij doen, die soort van als een soort bijvangst wordt opgeslagen. En die drie dingen, dus de commercialisering van het web, een overheid die risico probeert vermijden en technologische ontwikkelingen, zijn een soort van perfect storm tegen die fundamentele vrijheden en rechten die we hebben. Is het niet naïef om te denken dat we nog in een open samenleving kunnen blijven leven met al die nieuwe technologie die tot onze beschikking staat? Naïviteit ontkennen is nooit zo handig. Maar ik denk dat je wel degelijk door middel van interventies in zowel een soort van publieke domein als private domein en interventies als burgers gezamenlijk aspecten
van hoe wij als maatschappij omgaan met technologie kunnen beïnvloeden. Dus, en een open samenleving, ja, dat moet kunnen. Ik denk dat wij zeg maar een soort van langs en achter zijn gekomen dat we dat willen. En dat op het moment dat die samenleving te gesloten wordt en we daar echt last van hebben, dat er dan vanzelf een echte wat fundamentelere tegenbeweging ontstaan dan die er nu is. En is dat op het moment al daar of moet er eerst nog meer dingen fout gaan, meer dingen duidelijk worden? Ik denk dat het moment niet daar is. Dus we hebben nog te weinig mensen hebben hier echt last van. Dus het is in jouw belang dat meer mensen er last van krijgen? Nee, ja. ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar kijk, wij zijn als Bits of Freedom, we zeggen altijd, we zijn op zoek naar lijken. Er zijn onvoldoende lijken in de privacy discussie. We kunnen te weinig mensen een slachtoffer. Maar wat ook zo is, dat denk ik dat slachtoffers die er zijn, te weinig stem hebben. Dus ik vind, ik zeg altijd dat de mensen die zich niet zorgen maken over privacy, dat bijna altijd mensen zijn vanuit een geprivilegeerde positie. Dat zijn mensen die niet in de marges van de samenleving leven. Op het moment dat je wat meer marginaal bent, heb je al veel sneller last van een staat die jou probeert een bepaalde kant op te duwen. En of het nee is of je werkloos bent en bijstand hebt en nu dus gewoon camera's moet tolereren tegenover je huis als je een beetje verdacht wordt van bijstandfraude. Omdat je misschien je neefje 2 weken lang te logeren had of zo. Die mensen die voelen het al wel. Ik heb nog nooit iemand ontmoet waar ik tegen zei, hoe zou je het vinden om te leven in een wereld waar je permanent gevolgd wordt en mensen op afstand precies kunnen zien wat je doet, die daar dan heel enthousiast van wordt. Mm-hmm. Ja, dat moeten we willen, dat is niemand. Dus we schuiven steeds meer richting die wereld. Er zijn een paar clubs die soort van daar de rem op doen, maar de trend is duidelijk die kant op. Maar op een gegeven moment gaat dat stoppen. Dat is een interessante vraag. Ja. Hey, technologie ontwikkelt steeds sneller door. Je zou kunnen zeggen, technologie aan zich is niet goed of slecht. Hè? Maar wat je ermee doet is goed of slecht. Dus is het belangrijkste wat jullie aan het doen zijn? Vraag je dat af? Okay. Dat is de eerste statement. Okay, nou, beginnen we daar even mee. Is technologie goed of slecht? Nee, dat is niet de juiste vraag. Maar het is niet wat je ermee doet. Dus technologie is niet neutraal. Op een super fundamentele manier verandert technologie de maatschappij. En afhankelijk van wat voor soort technologie heeft een bepaald soort consequenties. En die consequenties hebben goede en minder goede dingen. Maar je kunt niet volhouden, het klassieke voorbeeld is een pistool. Je kunt niet volhouden dat het maar afhankelijk is van wat je met het pistool doet, of het goed of slecht is. De intentie van een pistool is om mensen dood te schieten. Daar is het gewoon, dat is de design imperative van dat ding. Dus op het moment dat je pistolen soort van creëert, creëer je een samenleving waarin dat relevant wordt. Maar ik vind voorbeelden die ik heel vaak gebruik, al een beetje aan het denken van McClure uit de jaren 60. Understanding Media, waar hij echt dit idee soort van uit elkaar pelde. En dan zei hij bijvoorbeeld, hij had het over figure and ground. Dus de figure is soort van de onmiddellijke consequenties van technologie. De dingen die heel snel zichtbaar zijn. En ground zijn er meer soort van de fundamentele dingen die veranderen door die technologie. Figure is de message, ground is de medium. En een paar voorbeelden die hij noemde is bijvoorbeeld Engels auto's. Dus hij is een soort van de figure van een auto is persoonlijke mobiliteit, vrijheid, je kan gaan en staan waar je wil, et cetera. Maar hij zei, de ground is suburbia. Ja, het soort van steeds verder uitspreiden van steden, verder van elkaar afwonen. Niet meer werken waar je woont en andersom. Dus 2 uur per dag in de file staan. Dat hoort er ook allemaal bij. En dat komt met een auto mee. Je kan niet zeggen, het hangt er vanaf hoe je een auto gebruikt. Ja? Dat is gewoon niet zo. En als je de parallel trekt met internet dus? Ja, dus nog 1 voorbeeldje. TV. Ja? De leidt gewoon tot couch potatoes. Dat is een soort van de natuurlijke consequentie van tv. Is dat je passief op een bank achteruit hangend soort van
naar zo'n scherm staart. En ik denk dat, zeg maar, als je dezelfde vraag gaat stellen rondom social networking, dat daar de ground inderdaad een soort surveillance maatschappij is. Het is niet zo van afhankelijk van waar we Facebook voor gebruiken. Als we Facebook gebruiken op de manier waarop we nu gebruiken, leidt dat A inderdaad tot super makkelijk in touch kunnen blijven met mensen in andere landen die je daar ontmoet hebt. Een soort ambient intimacy met een veel grotere groep vrienden dan daarvoor. Heel praktisch organiseren van groepen. Als je een keer een feestje wil organiseren of je hebt allemaal mensen nodig voor een demonstratie, hartstikke handig daarvoor. Maar de ground is ook een surveillance maatschappij waarin het permanent van iedereen te zien is wat ze doen, waar ze in geïnteresseerd zijn, wat ze hebben gezien. Op een gecentraliseerde manier makkelijk uit te lezen door een staat die dat zou willen, of door een commercieel bedrijf die daar gewin uit wil halen. Dus de conclusie kan dan alleen, bijna alleen maar zijn, zeg maar, de optimisten over internet van 20 jaar geleden, dat waren wel hele naïeve mensen dan. Want toen hadden ze, als het by design is, zeg maar, ja, dan hadden we dit kunnen zien aankomen. Ja, en er zijn ook mensen die dat aan hebben zien komen. Dus zeg maar Richard Stallman, de voorganger van Free Software, schreef in midden jaren 90 een essay over The Right to Read, waarin hij al een soort van voorspelde DRM, wat er toen nog eigenlijk niet echt was. Digital Rights Management, het een soort van sloten op content zetten. En de consequenties daarvan, dat bracht hij al haar fijn in beeld. Dus er waren wel degelijk mensen die door hadden dat pionieren in internetland, een soort van het Vrije Westen, dat een tijdelijke periode was. En dat op een gegeven moment commercialisering en standaardisering en uiteindelijk ook informatiemonopolies daar voorop zouden komen te staan. Dus inderdaad, soort van de promise, die zijn we wel een beetje verloren, denk ik. En ik weet ook niet of we terug moeten naar het soort van de liberating aspecten van het internet. Ik denk dat niet per se het geval is. Wat mij meer veel belangrijker lijkt, is dat je ook in een wereld waarin het net, zeg maar, je wereld verkleint en de toegang tot informatie een soort van at your fingertips is, dat je in die wereld, en sorry voor alle Engelse woorden, maar dat je in die wereld nog agency hebt en een soort van zelfbeschikkingsrecht en niet helemaal geleid wordt door het algoritme. Ik denk dat dat de strijd. En wie moet daarvoor zorgen? Het publiek. Dus ik heb 0,0 vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van het bedrijfsleven in dit. Dus voor mij is het, zeg maar, een publieke functie om dit te regelen. En dat betekent dus gewoon burgers en overheden, die moeten dit voor elkaar krijgen. Dus ik... Je hebt het altijd over publiek-private samenleving. Dat is de hot topic tegenwoordig. Nou, volgens mij zou het best wel fijn zijn om een soort van publiek-burger samenleving, samenwerking te hebben in plaats van publiek-privaat. Als jij zegt dat in het zelfregulerende van bedrijven geloof ik niet. Ja. Hoe hoopgevend ben je gestemd? Laten we even bij de overheid beginnen. Geloof je daar wel in? Dat we het van de overheid moeten hebben? Nou ja, kijk... Ik geloof er op zich best in dat je een soort van de overheid krijgt die je verdient. Ja, in de meeste gevallen. Want uiteindelijk komt de legitimiteit van een overheid komt uit het volk. Hoe je het ook wendt of keert. Dus op termijn, en soms kan het heel lang duren, denk ik dat je van een overheid vanuit kan gaan dat ze een publiek belang dienen. Terwijl je dat niet van het bedrijfsleven kunt vinden. Dus ja, daar moet het vandaan komen. En er zijn gewoon een aantal heel concrete dingen die een overheden veel beter zouden kunnen doen. Tegelijkertijd is de overheid eigenlijk degene, als je het over privacy hebt, of over gegevens, et cetera, is de overheid degene waar je vooruit moet kijken. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon, dat is een soort van eeuwenoud touwtrek spelletje. In welke mate
Dat gaat over een soort van de legitimiteit van de Leviathan. Dus wij geven het geweldsmonopolie aan de staat. En vervolgens gaan zij dat geweldsmonopolie daarop acteren. En daar zit een soort grens in. En we moeten met z'n allen steeds heel waakzaam zijn dat de overheid daar niet overheen gaat. En die waakzaamheid, dat kan gewoon. Zeker in Nederland is dat... En zie je een tendens dat de overheid al die handschoenen gaat oppakken om samen met het publiek... Zie ik dat? Zie je dat al gebeuren? Of zie je andere dingen gebeuren? Ja, ik zie wel, maar dat is soort van echt een begin van een omslag in het discours. Ook in Europa. Je merkt dat een soort van het Europese parlement toch misschien ietsje kritischer aan het worden is naar de invloed van de bedrijvenlobby. En gaan we daar nou wel, hoe gaan we daar nou mee om? Maar misschien is het wishful thinking. Dat is, dit weet ik niet heel goed. Hey, het thema van de interviews is fix the internet. Ja. Is het internet stuk? Als ecosysteem wel, ja. Dus als een soort van systeem met waarden en normen en de relatie tussen een soort van gebruiker en internet, ja. Ik denk dat soort van op een heel fundamentele manier qua technologie het niet per se stuk is. En het eerste gedeelte waar het stuk is, hoe blijkt dat? Nou ja, dat blijkt uit dat zeg maar in het soort van ontwerp van de use case van het internet is niet rekening gehouden met het feit dat er misschien een overheid gaat zijn die alles zou willen weten als ze dat zouden kunnen. En dat er bedrijven zijn die wiens businessmodel bestaat uit zeg maar het verkopen van je privacy. Dus het zoveel mogelijk data verzamelen, zodat je daar zoveel mogelijk geld voor kan krijgen. Die twee soort van dingen, die zitten niet helder in het protocol, waardoor allerlei dingen die je, als je nu opnieuw aan de tekentafel zou zitten, anders zou ontwerpen, niet zou ontworpen zijn. Dus dan kan je het hebben over versleuteling of over... De decentralisatie zit best wel goed in de netwerklaag. Dus in soort van de manier waarop bits met elkaar verbonden worden. Maar zit veel minder in de informatielaag. En daar zit soort van voor mij een structureel probleem. Dat het dus heel makkelijk is, blijkt, om op deze soort van technische infrastructuur monopolistische informatiesystemen te bouwen. En dat is een probleem wat opgelost moet worden. En wat bedoel je dan? Welke Google, systemen? Facebook. Amazon, Facebook. Ja, dus informatiemonopolisten die diensten kunnen leveren. En ik zeg altijd, in feite eten ze de publieke ruimte op, langzaam, op een hele stuk, de hele manier. Ze veten de commons op. Dus wat ze doen is, zij worden slimmer door ons gedrag. Ja? Dus wij hebben allemaal al een soort van... Wij zijn een soort van de trainers van Google Maps met z'n allen als publiek. Ja, wij, niet alleen door gewoon heel expliciet aan Google te laten weten dit klopt niet. Maar ook gewoon, je moet je voorstellen als jij alle routeringsverzoeken van de wereldbaker optelt. Dan weet jij automatisch wat bijvoorbeeld de meest relevante plekken op aarde zijn. Ja. Waar gaan de meeste mensen heen? Waar komen mensen nooit? Of wat, ja. En wat Google doet, is ze maken daar heel goed gebruik van. Ze creëren daar een product van wat ze aan jou teruggeven, maar op hun voorwaarden. Dus je moet akkoord gaan met hun terms of service dat te doen. En bepaalde informatie houden ze gewoon achter. En bepaalde informatie is ook niet transparant dat in het systeem zit. Dus mijn voorbeeld is altijd, Google bepaalt tegenwoordig hoe ik van het station naar mijn bestemming loop of fiets. Dat doe ik zelf niet meer. En daar zit dus zeker een mate van bias in. Dus laatst ontdekte ik dat eigenlijk, dat Google Maps mij niet hier in Amsterdam over de gracht wil laten fietsen. Dus ik ga altijd om de grachtengordel heen met die fietsroute. Terwijl het helemaal niet het snelste is. Maar blijkbaar zit er ergens in het systeem, fietsen op de gracht niet zo goed. Ja?
En dat is heel impliciet gelaten. En dit soort keuzes worden door Google ook gemaakt in de zoekmachine en in de weet ik veel. Maar hoe geef je een individu agency ten opzichte van Google als Bits of Freedom? Nou ja, dan er, zeg maar, de positie, de marktpositie van Google is een van de redenen waarom we een heleboel van deze problemen hebben. Dus een van de dingen die de overheid veel beter zou kunnen doen, denk ik, is veel harder op mededingingsrecht zitten rondom Google. Zeg maar, de mededingingsrecht handhaving is de laatste jaren, zeker ook in Amerika, dat is eigenlijk gewoon verdwenen. In Amerika is het reken, die heeft dat gewoon de deur uit gedaan. En in Amerika kan je naar een supermarkt gaan waar je tussen 600 verschillende cereals kan kiezen. Maar die zijn uiteindelijk van twee bedrijven. Hè? Dus er is geen echte keuze. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het net op dit moment. Voor de niet-techneut die gewoon e-mail wil gebruiken, is er amper keus. Mm-hmm. En dat is heel erg problematisch. Dus je moet een soort van ervoor gaan zorgen dat er weer een markt kan ontstaan met alternatieven. En maar dat kan alleen maar wereldwijd. Hè? Dat kun je niet lokaal gaan doen. Nou, dat is een soort een analogie die ik vaak verken in dit. Dus ik denk dat we naar een wereld moeten met wat een aantal mensen en ik ook graag dan noemen fair tech. Dus volgens mij kun je een aantal karakteristieken definiëren van wanneer technologie wel een soort van symmetrische relatie met de gebruiker aangaat. En een aantal van die categorieën zijn dus je wil eigenlijk decentrale technologie en niet centrale technologie. Maar je wil ook, ik denk, en de analogie die ik heel vaak tegen is, ik noem Google vaak een soort van de McDonald's van de internetwereld. Ja, het is overal, het is een soort van niet te vermijden. Ze hebben ook echt die hele expliciete strategie. Ze hebben ook een soort van hun versie van rondom McDonald's, dat je kinderen al heel vroeg erbij trekt. Ja, ik weet niet hoe oud je nu moet zijn om een Google-account te hebben, maar dat gaat heel vroeg. En eigenlijk weet iedereen wel dat het soort van slecht voor je is, maar je denkt ook dat het soort van, ja, het is ook wel lekker en makkelijk of zo. Bij McDonald's is het dan ook nog zo dat je soort van niet uiteindelijk altijd weer achterkomt dat het toch niet lekker was. En als je ziet dat Google doet, Google geeft gratis e-mailaccounts weg aan universiteiten. Ja, dus ze doen dit. Als McDonald's zegt, ik kom gratis lunch uitdelen bij jullie. En we zijn er nu langzaam achter gekomen dat soort van al die aspecten van massavoedselproductie, schaal, snelheid, dat die niet gezond zijn. En het alternatief wat we er soort van tegenover zeggen is heel vaak lokaal gegroeide dingen, je eigen tuintje het liefst, slow food, et cetera. En volgens mij, ik zie wel wat in een soort van slow tech beweging, waarin het niet meer om efficiëntie gaat, maar waarin het gaat van vrijheid, dingen zelf kunnen aanpassen, veranderen, een soort co-ops. En ik merk eigenlijk dat ik doe dat nu in een aantal dimensies van mijn persoonlijke informatie-ecosysteem. Mm-hmm. En eigenlijk word ik daar altijd echt op een hele fundamentele manier gelukkiger van. Dus Dropbox is een super handige tool en het werkt echt perfect en et cetera. Maar als je own cloud neemt, dit misschien in sommige dimensies net wat minder perfect werkt, maar in andere dimensies jou meer vrijheid geeft, omdat er geen businessmodel achter zit die gebaseerd is op een soort van we moeten geld aan je verdienen. Het zorgt ervoor dat ik daar veel meer vrijheid heb, dat veel makkelijker met andere mensen kan delen. Ook denk van, nou, een accountje voor mijn familie, een accountje hier. Het op mijn eigen naam kan staan, dus ik kan gewoon cloud.hansdezwart.nl. Ja. En uiteindelijk heb je daar veel meer vrijheid. En ben je niet op een soort fundamentele manier het ecosysteem aan het perverteren. Uiteindelijk is het een common action problem. Dus hetzelfde als we, weet ik, voor vegetariër worden.
Als ik in mijn eentje een soort van de opoffering maak om geen vlees meer te eten, terwijl ik dat best lekker vind, daar schiet de wereld echt voor geen meter mee op. Behalve dat je dan zegt van ja, maar ik doe in ieder geval niet meer mee aan het in stand houden van dat ecosysteem. En dezelfde soort analogie kan je eigenlijk om met technologie maken. Kijk, ik zit niet op Facebook, maar ik heb echt niet de illusie dat Facebook daar wakker van ligt. Ja? En dat het... sterker nog, mijn basketbalteam vindt dat irritant. Want het betekent dat ze mij sms'jes moeten sturen als de wedstrijd niet doorgaat. Ja. Want toen ik de tweede keer bij de zaal stond en er geen wedstrijd was... Vond jij het ook irritant? Dan zei ze, zit jij niet op WhatsApp? Nee, ik zit niet op WhatsApp. Ik zit niet in de WhatsApp-groep. Maar dus, dan is het bijna een economisch probleem. De overheid zou die bedrijven moeten stimuleren. Ja, dus dat, ja, ik zou het heel fijn vinden als de overheid een aantal beleidsinterventies doen die gericht zijn op het echt daadwerkelijk stimuleren van, nou ja, in die tech-wereld noemen ze dan PETS, Privacy Enhancing Technologies, maar ik zou het liever noemen Fair Tech. Dus technologie die open source is, volgens open standaarden, die je decentraal kunt gebruiken en deze kunt installeren, die je onder je eigen domeinnaam zet. Waarin dus dataportabiliteit makkelijker geregeld is. Dat soort zaken. Ja, die ruimte die is er volgens mij. En dat gaat ook heel erg over een soort van investeren in de bruikbaarheid. Hm. Het moet wel een soort van... Het moet wel in dezelfde ballgame zitten. Het hoeft niet net zo gelikt te zijn, maar het moet niet een soort van factor 10 slechter zijn. En dat is in veel gevallen wel zo. Ja, dat is vaak het probleem. In het verleden ook, het zal nu ongetwijfeld beter zijn, maar het heeft mij heel veel moeite gekost om Android te gaan gebruiken, terwijl ik heel groot liefhebber van open source ben. Ja. Zeker in die beginperiode, ik heb het 2 of 3 keer gehad. En ik denk van ja, maar zat toen in die tijd, vond ik super onhandig en onlogisch in elkaar. Het moet wel bijna even goed zijn. Dat ook wel, ja. Ben ik wel met je, ben ik met je eens, ja. Hey, ik snap wat je zegt. En ik kan me, als je de analogie neemt, snap ik ook helemaal. Tegelijkertijd is de trend nu nog heel erg in de internetwereld. Je kan nu een klein bedrijfje beginnen. Dat kan heel snel groot zijn. En in die grote wereld is het winner takes all. Ja. Uiteindelijk is er maar 1 Airbnb straks. En er zijn er zijn geen 10 Airbnbs. Er is 1 Uber straks. En er zijn er misschien tijdelijk nog een lokaal. Omdat TCA ook nog een beetje mee moddert. Dus de trend is daar heel erg juist toch. Winner takes all. Ja. Dus, maar er zit een soort van... Er is 1 dimensie waar ik denk van... Misschien kun je het als burgers toch winnen. En dat zit in het fundamentele aspect dat Airbnb uiteindelijk niet 100% frictieloos is per transactie. Omdat als jij aan mij dat huis wil verhuren, dan zitten zij erbij en zij nemen een percentage. Dus een oplossing waarin wij dat echt met elkaar kunnen regelen en niet een soort van valse sharing economy, die kan het winnen in theorie. En hetzelfde geldt voor... ik merk steeds vaker dat de Google-diensten die ik nog gebruik... vroeger was dat niet zo. Vroeger maakte Google de hele tijd beslissingen en veranderingen in de interface die gewoon het product beter maakten. Nu, sinds 1 jaar of 2, zie ik ze dingen doen waarvan ik denk... Ja, ik snap dat jij dat zo wil doen, omdat jij er wat aan hebt. Maar ik als gebruiker, dat bevalt me niet. Kan je daar een voorbeeld van geven? De manier waarop ze je bijna hebben gedwingen om een Google Plus account te maken. Omdat dat heel erg paste bij hun soort van... wij moeten ook een social networking strategie en we willen eigenlijk identiteiten van mensen hebben. Zodat we daarmee 1 identiteit over al onze producten kunnen uitsmeren. En daar hebben ze ook een terms of service op aangepast. Het is natuurlijk zo dat op het moment dat er een businessmodel achter zit die gebaseerd is op een groeieconomie en shareholder value, en dat is bij Google zo, dat er is shareholder primacy, ja, er moet gegroeid worden, er moet return on investment zijn, dan betekent dat je op een gegeven moment beslissingen gaat maken die in feite het soort van strong armor van je gebruikers zijn. Dus jij gaat beslissingen nemen waar je weet, omdat je een soort lock-in met je gebruiker hebt gegeven, hier gaat hij niet om weg. Ja? Maar, en ik krijg er wel meer benefit van, dus ik doe het. En dat zijn beslissingen die je niet zou doen in een open source, open standaard situatie.
En dat is de reden waarom er elementen van OwnCloud zijn die beter kunnen zijn dan Dropbox. En waarom je dus uiteindelijk, denk ik, ook gewoon echt betere producten kan maken op het moment dat het businessmodel niet zit in data vergaren. Een ander alternatief is dat je hardware verkoopt, zoals Apple. Dus dan kan je ook software maken die 100% de gebruiker centraal stelt. Mm-hmm. Fair Tech, je zei net al, er zijn een aantal elementen erin. Jij ziet die beweging echt wel groot worden. Ja. Ik denk dat het een soort van, ik zou bijna zeggen dat het onvermijdelijk is. Als tegenbeweging. Omdat waar we nu heen gaan is gewoon niet een plek waar we ons comfortabel gaan voelen. Al is het alleen maar, je merkt het nu al, hè? Als je Facebook gebruikt, zit je qua wat wel en niet mag, zit je heel erg in het soort van normatieve kader van een Amerikaan. Ja? Dus allerlei dingen die wij als Nederlander gewoon prima vinden, die mogen niet in Amerika, of die vinden ze eigenlijk schandalig, of weet ik van, die content wordt dus weggemodereerd. Nou, op een gegeven moment moeten dit soort dingen zo gaan wringen, dat er een bredere beweging, en ook naarmate die Fairtech beweging soort van volwassener wordt, en ook echt dingen maakt die het niveau hebben van commerciële producten, denk ik dat gaat werken, ja. Ik merk ook gewoon dat, zeg maar, daar heeft Snowden zeker bij geholpen, dat het privacybewustzijn in Nederland heel erg omhoog gegaan is. Er zijn ook allemaal nieuwe experts opeens sinds een jaar. Ja. Ja. En als het privacybewustzijn omhoog is gegaan, zien we dat ook al in de praktijk? Of is het meer iets dat het nu al ergens in ons hoofd aan nestelen is, maar uiteindelijk gewoon nog steeds thuis even slordig met onze spullen omgaan? Nou, ik denk dat je dat wel in de praktijk ziet. Dus je kan het soort van, één mooie indicator daarvan vind ik het hele idee dat je nu al een soort van, op het moment dat er een groter bewustzijn ontstond rondom milieu-issues, climate change, broeikaseffect, dat soort dingen. Toen zag je dat het opeens voor bedrijven interessant werd om een propositie te maken waarin je fatsoenlijk omging met groen. Wij zijn groen. Wat je toen ook zag was een soort greenwashing. Dus we doen alsof we groen zijn. Ja? En dat is een soort van, het feit dat bedrijven de moeite nemen om te greenwashen laat zien dat er in het publiek blijkbaar behoefte is aan dit, anderzijds bedrijven die doen. Nou, ik zie sinds Snowden steeds meer voorbeelden van wat ik dan noem privacy washing. Dus bedrijven die doen alsof ze privacyvriendelijk zijn, omdat ze denken dat ze hun dat klanten op gaat leveren. En dat kunnen ze niet. De enige reden waarom ze dat zouden doen is omdat er daadwerkelijk klanten zijn die dat belangrijk vinden. Dus het feit dat er opeens veel meer begint te zijn is voor mij wel een indicatie van het trend. Is dat die Blackphone van KPN? Heet die Blackphone? Ja, die Blackphone, dat is dan nog een voorbeeld wat ik een soort van daadwerkelijk privacy enhancing zou noemen. Hoewel ik denk dat de manier waarop KPN daarmee omgaat wel een soort van, dat zou je misschien wel in het privacy washing frame kunnen doen. Nee, maar mijn favoriete voorbeeld is een dienst die heet Provider. Ik neem aan van privé en provider, zoiets. En dat is eigenlijk een bedrijf, die is van naam veranderd ook. Die voor Snowden leverde in feite diensten voor mannen die vreemd wilden gaan. Dus je kon een soort proxy telefoonnummer bij ze krijgen. En een proxy betaaldienst en whatever. En jij kreeg dan gewoon één factuur per maand van hun. Waar het dus niet af te lezen was met wie je gebeld had. Bij welke hotels je was geweest en bladibla. Sowieso natuurlijk een soort van vrij naast die dienst in een soort schemerig gebied van. En die hebben dat helemaal omgegooid. Die heten nu Provider. Hebben het over het grondrecht op privacy. Ja. En zeggen, maar doen allerlei valse beloftes. Want ze doen alsof je niet de tracker bent. Terwijl zij natuurlijk gewoon alles weten wat je doet. Ten eerste, en dat het er voor de politie een soort van 0,0 effort is om die gegevens op te vragen op het moment dat ze een dwangbevel daarvoor hebben. Dus ze komen met allerlei soort van garanties die ze niet waar kunnen maken. En dat zie je best wel vaak in
privacy enhancing technology space. Zeker als daar een commercieel businessmodel achter zit. Een belangrijke rol voor jullie is ook zeg maar met de overheid, de politiek, et cetera, ja. In gesprek gaan. Hoe zit het met de deskundigheid daar? Ja, dat, de deskundigheid op sommige ministeries rondom technologische issues is, vind ik, heel erg hoog soms. Dus bijvoorbeeld binnen het ministerie van Economische Zaken hebben wij goede contacten rondom netneutraliteit. En daar zitten mensen die het echt heel erg goed snappen. Dus ik denk dat een heleboel dimensies de kennis van zaken goed is. Van een soort van de politiek zelf ja, merk je toch wel echt heel erg vaak een soort onbegrip van die technologie en helemaal een soort van de wat bredere effecten van technologie. Dus als we die discussie over McLuhan en Figure en Crowd terughalen, dan blijft het, zeg maar, het politieke debat heel vaak steken op soort van de onmiddellijke effecten van de technologie, mm-hmm. zonder dat er dieper nagedacht wordt over een soort van de effecten van het medium op de totale maatschappelijke structuur. Daar komt nog eens bij dat wat je merkt, dat rondom deze discussie er heel vaak een totale soort depolitisering is eigenlijk rondom dit soort debatten. Want wat we doen is, we besteden dit soort beslissingen uit aan de Googles en Amazons van de wereld, want die weten beter hoe je op een soort optimale manier dit soort dingen inlicht. Ja. Die zeggen de hele tijd, wij zijn veel beter in het ontwikkelen van dit soort diensten en jullie hoeven daar niet over na te denken. Mm-hmm. Wij hebben een totale geoptimaliseerde discussie. Maar op het moment dat, zeg maar, efficiëntie of optimalisatie het enige is wat je belangrijk vindt in de wereld, dan ga je heel erg voorbij aan een soort van fundamentele ding van het politieke proces, namelijk dat iets wat voor jou optimaal is, niet per se voor mij optimaal is. En daarom hebben we de politiek, om daar soort van op een fatsoenlijke manier, zonder dat we elkaar de hersenen inslaan, uit te komen. En op het moment dat we dat uitbesteden aan een derde die zegt, onze algoritmes bepalen wel wat de beste oplossing hiervoor is, ja, dan geef je heel veel uit handen. Dus ik denk dat het A, een soort van onvoldoende aandacht voor die ground is, gemixt met een soort van uitbesteden van een heleboel problemen aan een soort engineering mindset, die niet altijd toepasselijk is. Maar ben je dan heel blij met de uitkomsten van de ICT-commissie laatst, om een overkoepelende ICT-commissaris boven alle ministeries neer te zetten? Is dat een van de oplossingen? Ik heb dat rapport onvoldoende gelezen en daar onvoldoende over nagedacht om je een goed antwoord op te geven. Wat ik op zich misschien geen slecht idee zou vinden, is om een soort van minister van informatie te hebben. Dat zou, alleen al in een soort van de intentie die daaruit zou voorspreken. Mm-hmm. Omdat ik dan hoop dat het net zo, we hebben nu een ministerie van Veiligheid en Justitie. Laatst op het NOS-journaal werd het al gewoon het ministerie van Veiligheid genoemd. Werd gewoon de hele justitie vergeten. Ik weet niet of het bewust was. Wij schrijven zelf tegenwoordig heel vaak het ministerie van Veiligheid en nog iets. En dat toont voor mij aan dat alleen al een naam, ja, kan al een soort van intentie aangeven. En ook echt daadwerkelijke veranderingen teweeg brengen die best wel ver gaan. Dus dat zou wat mij betreft een soort goede stap zijn om het ministerie van Informatie. Want we hebben het in dit hele gesprek nog niet gehad over een soort van de utopische gedachte achter big data, wat mij betreft een soort van maakbaarheidsproblematiek 2.0 is. En heel erg gaat over discriminatie en uitsluiting. In die termen wordt er bijna zelden over gepraat. En we hebben het ook nog niet gehad over de Internet of Things, waarin je waarin opeens alles met het net verbonden is. Die vraagstukken die staan echt niet voldoende op de maatschappelijke agenda. En zijn vooralsnog ook gekaapt door het soort van het innovatiedenken. Ja, want je zei in het begin al, in die nieuwe technologieën, daar zitten, zeg maar, weet je, gevolgen of effecten. Ja.
ingebakken. Die ontwikkelingen, die technologische ontwikkelingen, die gaan voorlopig wel zo hard door als ze nu aan. Dat gaat niet veranderen. Dat gaat niet veranderen. Maar inderdaad, hoe zou een overheid, maar ook de burgers natuurlijk, want wij hebben met z'n allen eventjes algemeen die zin gezegd, eigenlijk geen flauw benul hoe snel het wel niet gaat. En we hebben wel allemaal mensen die kunnen roepen over exponentiële technologieën. En we staan de komende 10 jaar worden nog veel ingrijpender dan de vorige 20. Met name ook bij zo'n overheid. Of wat zouden we inderdaad moeten... Zou dat het ministerie van Informatie moeten zijn bijvoorbeeld? Hè? Want een aantal dingen zijn er langsgekomen die de overheid zou kunnen doen. Hè? Dus ik denk strenge handhaving van mededingingsrecht. Dus ervoor zorgen dat we geen tech-giganten hebben die onze informatiestroom monopoliseren. Het stimuleren van privacy-enhancing technologies of liever nog fair tech. En een derde punt, dat hebben we eigenlijk nog niet echt over gehad, is transparantie. Dus wat we nu heel vaak zien is dat er eigenlijk, vind ik, leven in een soort omgekeerde wereld als het gaat rondom transparantie, burgeroverheid. Dus de overheid probeert eigenlijk zo min mogelijk te delen over wat ze doen en waarom ze het doen en op welke manier ze het doen. Als je wel eens een WOP-verzoek doet, wet openbaar bestuur... De dingen die je daar terugkrijgt, daar is zoveel zwart gestreept. Daar schrik je helemaal ledblazers van. Terwijl de overheid verwacht, zeker met de nieuwe SUI-wetgeving, dat we echt als burger consequent met onze billen bloot gaan, alle data maar hun kant op sturen, zodat zij dan kunnen bepalen hoeveel belasting je moet betalen en of je wel of niet recht hebt op verschillende kortingen, heffingen, etc. En die transparantie, dat moet echt heel fundamenteel anders. We kunnen niet... Een mooi voorbeeld is zeg maar de bevoegdheden van de opsporingsdiensten. De opsporingsdiensten lopen permanent te zeggen, wij hebben meer bevoegdheden nodig. We kunnen het niet met de huidige bevoegdheden rondkrijgen. Als wij dan zeggen, de veiligheid in Nederland neemt al jaren toe. De criminaliteit, jullie hebben net zelf gepubliceerd een rapport, is al jarenlang aan het dalen en blijft nu nog steeds heel hard dalen. Dus hoezo... En als ik soort van logisch nadenk, lijkt het me dat je in de informatiesamenleving met de huidige bevoegdheden juist meer kan dan 10 jaar geleden met diezelfde bevoegdheden. Dus het moet volgens mij met dezelfde bevoegdheden die je altijd al had makkelijker geworden zijn. Dus hoezo heb je die extra bevoegdheden nodig? Nou, als je dan geen transparantie wil geven als overheid over hoe je het doet, waarom je het doet, hoe vaak je het doet, dan vind ik dat je die discussie niet op een heldere manier kunt voeren. Maar vind je dan ook niet dat de media daar debet aan is? Dat zij mede de angst aanwakkeren voor terrorisme? En dat de overheid daar gewoon heel makkelijk gebruik van kan maken? Het is een heel andere discussie. Dus in veiligheidsdenken zeggen ze altijd dat er... Dus dat je bent of bang voor de staat of bang voor de straat. Dat zijn een soort van de twee modi. En er is dus een vrij lange periode geweest waar we bang voor de straat waren. Misschien een soort van 9-11 daar de kick-off van geweest. En ik denk dat Snowden misschien een soort van eerste omkering is waarin we weer langzaam bang voor de staat beginnen te worden. En Ik begrijp onvoldoende soort van hoe het mediacircus werkt om te snappen op welke manier dat te beïnvloeden is. En ik zou het niks durven zeggen over soort van de oorzaak-gevolgrelaties. Dus is de media een reflectie van maatschappelijk sentiment? Of creëert de media maatschappelijk sentiment? Waarschijnlijk is het een soort wisselwerking. Dat gezegd hebben vind ik dat je inderdaad als journalist een verantwoordelijkheid hebt om te zeggen, kijk eens naar het aantal doden van terroristen, van terrorisme in de afgelopen jaren in West-Europa. Dan zien we dat in de jaren 70 ongeveer 1 tot 2 factoren van 10 heftiger was dan nu, met een klein spijkje in Madrid in 2004-2005. En het aantal mensen dat sterft aan terrorisme is lager dan het aantal mensen dat sterft van een piano die je in de brand fikt. Is dit proportioneel? Die discussie, die mag je, vind ik, wel wat
vaker hebben en wat scherper stellen. Ja. Hey, je hebt er al allerlei elementen van laten langskomen, hoor. Maar als we nog eventjes aan jou zouden vragen, van wat zouden de kenmerken zijn van jouw ideale internet? Wat zijn die dan? Dat is een internet die toegankelijk is voor iedereen. Open, vrij. Waar mensen zelfbeschikking hebben. Bewuste keuzes kunnen maken met welke technologie ze wel en niet gebruiken. De technologie die ze gebruiken lokaal. Misschien bijna een soort co-ops. De technologie is open source met open standaarden. We weten wat de technologie doet. Er zitten geen backdoors in. We kunnen ons een soort van veilig voelen en dat veilig gebruiken in onze relaties met andere mensen, met bedrijven, met overheden. En technologie waarin nog steeds soort van de belofte van toegang tot alle kennis van de wereld voor iedereen waar geworden is. En wat mij betreft is dat dan dus meer Internet Archive dan Google. Dat is een soort van de twee organisaties als symbool voor die wereld zouden moeten definiëren.